Op de eerste verdieping van de zelfbouwmarkt in Nienhoven vind je een heringerichte afdeling ramen en deuren. Het gelijkvloers baat al voor een deel in de kerstsfeer. Dat laatste kan misschien verwonderlijk lijken bij de onverwachte tropische septembertemperaturen, maar besturen is vooruitzien, geldt ook voor alerte handelszaken. Winkelverantwoordelijke lieve. Op de eerste verdieping vindt u onder andere onze afdeling ramen en deuren. En de helft van deze afdeling is totaal vernieuwd uh, en dat is, zijn de buitendeuren en uh, onze ramen. Gebeurt ja. het regelmatig deze wijziging? Uh, we moeten regelmatig blijven vernieuwen omdat onze showroom toch een beetje onze sterkte is ook ten opzichte van onze concurrentie, uh, maar. Dat gebeurt natuurlijk niet continu. Uh, dus het is wel een heel werk uh, en dat is in samenwerking met aankoop-verkoop uh, onze technische diensten die dat verwezenlijkt hebben. Ramen en deuren, wijzigt dat zoals de mode van kleding? Uh, dat gaat niet zo snel. Ik denk uh, dat is per seizoen. Maar je moet toch steeds mee zijn uh, met de nieuwste technieken uh, qua buitendeuren en zeker qua ramen. Uh, en, en af en toe is hout terug in de mode. Uh, je hebt PVC, je hebt aluminium, maar uh, bij ons kan je alles vinden. Lieve, we zijn een verdieping lager gekomen. Eh, het is buiten 30 graden en toch zitten we bijna in Kerst, misschien. Hè? Klopt, we staan hier on in onze afdeling uh, decoratie. Um, elk jaar uh, wordt het hier omgetoverd uh, tot een heus ja, kerstdorpje, laat ons zeggen. Um, we moeten er vroeg bij zijn, want de klanten beginnen vroeger en vroeger om, om alles te voorzien. Um, om er een leuke kerst van te maken, um, om hun huis te decoreren. Ja. Zijn er ook wat nieuwigheden al tussen terug? Um, Heel veel nieuwigheden betreft uh, beeldjes en, en, en vaasjes uh, om de tafel uh, te decoreren. Dat is toch elk jaar een beetje mee zijn in de mode. Dus proberen wij er toch uh, de juiste dingen uit te kiezen voor de klanten. Ja. Die inrichting, wie doet dat zelf? Zijn dat de mensen die hier werken? Ja, dat zijn inderdaad onze adviseurs uh, die dat komen inrichten samen met uh, de collega's van, van de aankoop ook. Uh, dus ze doen dat inderdaad helemaal zelf. Het moet toch wel werk al zijn, hè? Ja, daar steekt heel wat werk in. En, en uh, we zijn blij dat we tijdig klaar zijn.